Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. Leuk dat jullie er weer zijn. Deze keer op de dinsdagmiddag geen showtime, maar gaan we gewoon gezellig aan het knutselen. Ik was gistermiddag, dat hebben jullie natuurlijk wel gezien, toen was ik live met de showtime. En toen waren de nieuwe mask stencils van Lavinia bij ons binnen. En toen was ik eigenlijk gelijk enthousiast. En ik denk, nou ja, dan gaan we daar maar eventjes mee verder. Dus dat gaan we vanmiddag gewoon even doen. Ik heb het verder ook niet echt voorbereid. Ik heb niet een plan. Ik weet niet wat we gaan maken. We gaan er gewoon mee stoeien. En wellicht worden het wat eenvoudigere achtergronden. Gewoon weer een beetje de mask stencils uitproberen. En we gaan het zien. Het worden in ieder geval niet van die tafereeltjes wat Jeanette altijd maakt. Dat is ook gewoon voor mij niet haalbaar in deze live. En zo goed ben ik er ook niet mee. Even kijken. Ik ga even mijn beeld ietsjes rechter zetten. Even een heel klein beetje aan de camera draaien. Volgens mij is het nu goed. Nou, wat ben ik van plan om te gaan doen? Gewoon een beetje spelen met dus de mask stencils. Ik heb daarvoor papier gebruikt van Lavinia. En dat ga ik dus ook gewoon testen, want dat heb ik ook nog niet eerder getest. Het is het Multivarious Smooth and Supreme papier. We hebben dat op A4 en op A5 formaat. Het is 330 gram. Het is lekker dik papier. En je schijnt erop te kunnen werken met op de jelly plate, met watercolors, met eigenlijk van alles en nog wat. Nou, ik heb dat dus niet geprobeerd. Ik heb wel wat papiertjes klaargelegd, maar we gaan er gewoon nu even mee werken. Wat ik wel heb gemerkt is dat het gewoon echt lekker glad is. Het voelt gewoon, ja, eigenlijk heerlijk aan. Nou, we gaan gewoon even rustig beginnen. Ik ga eerst even een aantal achtergrondjes maken en ik denk dat we daarna verder gaan met stempelen. En we zien wel hoe ver we komen. Wat ik zelf, even kijken, ik denk dat ik bij deze een soort tonzuurton kaart ga maken. Dus echt even in lekkere, rustige stijlen, rustige kleurtjes. En ik heb daarvoor een kaart gesneden op het formaat van 15 bij 15. En ik wil deze gedeeltes wit houden. Dus ik heb dat afgeplakt met wat masking tape. Zodat je dat, ja, zodat dit ook gewoon echt wit blijft. Ik ga hierbij de kleur Bermuda pakken. Even kijken, ik leg er even een... Ik ga het even anders doen deze keer. Ik ga er eventjes een wit papiertje naast leggen. Waar ik dus de eerste harde aanzet al af ga halen. En ik ga eerst beginnen met het blenden van een achtergrondje. Ik gebruik nu de blending brushes van Lavinia. Die wil ik ook gewoon even testen. Maar het kan ook gewoon prima met die blending brushes die we al in ons assortiment hadden. Maar ja, net als jullie wil ik gewoon altijd alles even testen. En ja, de een vindt deze blenders fijner werken, de andere vindt die blenders fijner werken. Dus ja, dat is ook gewoon een kwestie van smaken verschillen. Ik moet zeggen, in eerste instantie vind ik die blending brushes, ja, dat doet qua kwaliteit eigenlijk, ja. Nu zo in eerste ervaring niet zo heel veel verschil. Dus als je die blending brushes al hebt, dan kun je die natuurlijk ook prima gebruiken.
Maar ja, nogmaals, net wat ik zeg. De een vindt dit fijn, de ander vindt dat fijn. Zoveel mensen, zoveel wensen. Ja, ze zijn ook zeker niet verkeerd. En je kan er echt, ja, gewoon lekkere subtiele achtergronden mee maken. Maar net wat ik zeg, heb jij die andere dingen, dan is het ook gewoon heel fijn. Ik heb die ronde bolletjes. Ja, die zijn ook gewoon fijn. Even kijken. Ik wil de tonsuurton. Dus we gaan gewoon met deze kleur even verder. Omdat ik geen plan van aanpak heb, ga ik gewoon random een beetje nog bedenken wat ik ga doen. Dit is de eerste onderlaag. Daarop wil ik met een maskstencil gaan werken. En ik dacht dat voor dit maskstencil deze wel heel erg leuk was. Met die mooie bloemetjes. Die ronde bolletjes. Ik weet niet welke ronde bolletjes jullie bedoelen. Als je die kleine vingerdabbetjes bedoelt, die vind ik voor dit soort creaties toch eigenlijk weer net wat lastiger. Kijk, ik wil straks die tekst van Fate hier onderaan gaan maken. En ik denk dat ik die bloemetjes hierop ga maken. Ik ga die bloemetjes toch even een beetje afplakken, want ik wil dat een beetje afgedekt hebben. Die eitjes, zeg maar. Ja, die eitjes, dat ja, vind ik ook nog niet zo geweldig. Ik ben niet van kapot van die borsteltjes. Net wat Janine zegt, is voor iedereen verschillend. Is maar goed ook. Ja, dat klopt inderdaad, Ria. Het is gewoon echt voor iedereen verschillend van, ja, wat vind jij fijn? Ik doe nu ook ietsjes meer inkt op mijn sponsje of op mijn blending tool. Omdat ik die bloemetjes wat donkerder wil hebben. Hier wil ik ook nog een donkerdere bloem hebben. Oppassen dat ik niet goed blijf liggen. Even dit toch afplakken, want anders zul je zien. Dan heb ik daar straks weer zo'n hele gekke schaduwrand. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Even kijken. Hier onderaan wil ik ook nog een bloemetje. Dit zijn trouwens wel hele leuke bloemetjes. Oh, mijn stencil verschuift. Ik heb ook enkele blending brushes van Nelly Snellen. Die vind ik ook heel fijn. Nou, die vind ik ook wel fijn. Maar ik moet zeggen dat ik dan toch die andere blending brushes vind ik eerlijk gezegd persoonlijk nog net iets fijner. Maar goed, dat is gewoon heel persoonlijk. Nou, nu hebben we natuurlijk ook nog kleinere bloemetjes. En hoe leuk is het om die heel lichtjes op de achtergrond te doen. Dus die ga ik er gewoon heel iets weer overheen doen. Maar dan poets ik niet te veel. Kijk, zie je dus gewoon. Ik heb nu dus zeg maar niet mijn inkt weer opnieuw gepakt. Ik ga gewoon nu random met mijn borsteltje eroverheen. Hier mag nog een leuk kleintje. En dit doe ik dus allemaal met de kleur Bermuda. Ik heb nu wel weer een klein beetje inkt nodig. Gelijk even een beetje afdeppen, zodat het niet te donker wordt.
Oh, dit wordt toch leuk. Hier komt ook nog een bloemetje. Nu zit straks natuurlijk ook nog weer een verrassing hoe het eruit komt te zien als we onze zijkanten weghalen. Ik wil hier ook nog een klein beetje op gaan stempelen. En ik denk dat we het toch maar gelijk gaan doen. Want straks krijg ik mijn masking tape er niet meer zo goed overheen. Ik wil er een paar takjes overheen stempelen. Ik moet eventjes wat stempeltjes erbij gaan pakken. Want ik heb alles overal en nergens liggen. Ik heb nog zoveel stempels. Ik wist gewoon niet dat ik er zoveel had. Even kijken. Wat ga ik stempelen? Ik moet eventjes zoeken. Eventjes zoeken als een speld in de hooiberg. Wat we gaan gebruiken. Keuzestress. Ik ga er wat leuke gewone takjes op stempelen. Zo, daar was ik weer. Een takje van een boom. Ik heb nu inderdaad het Lavinia papier gebruikt. Gewoon om te testen. En ik moet zeggen, het is wel fijn papier. Nou, ik ga ook gewoon met de kleur Bermuda stempelen. De helft al op mijn stempel, dat is niet de bedoeling. Even heel voorzichtig stempelen dus. Nou, even kijken als ik zo stempel hoe dat uit gaat pakken. Nou, hij raakt daar niet. Even kijken, dit is de bovenkant. Dus ik ga hem even omdraaien, want ik wil dus even vanuit de bovenkant gaan stempelen. Het takje komt er ook iets in schaduw weer bij naast. Hier komt sowieso een takje, even kijken, die gaat zo komen. Ook weer iets in schaduw ernaast. Dus ik heb het nu afgeplakt, zodat het straks mooi in elkaar over gaat lopen. Dat hoop ik tenminste. Even kijken. Ook over dit bloemetje mag een mooi takje. Ach, en zo moet je gewoon gaandeweg een beetje gaan spelen. Die inkt doet zeer aan je ogen. Welke inkt bedoel je? Het is, dit is maskeertape. Dus oh, die Lavinia inkt, ik vind ze heerlijk om te gebruiken. Echt waar. Meen ik serieus. Ik vind hele fijne inkten. Maar het is inderdaad in het begin eventjes wennen van, ja, ze zijn wat voller met inkt, maar het went heel snel. Ja, ze hebben inderdaad ook slimline op hetzelfde formaat. Met hetzelfde papier, klopt. Nee, dat gele is maskeertape. Anders dan zou ik ook wel heel erg buiten mijn comfortzone gaan met kleuren, geloof ik. Ja, het is inderdaad het masking tape. Maar totaal geen muts, Angelica. Geen enkel probleem. Je kunt ook niet alles weten, hè? Nou, dit wordt dus echt een tonzuur-tonkaart. We gaan daar met wit natuurlijk ook nog weer een beetje overheen werken. Wat ik ook wel leuk vind, is een klein beetje script nog in de achtergrond. Nou, Lavinia heeft hele mooie teksten.
Nou, enkele proberen, zegt Marion. Enkele kleurtjes proberen. Dan ben ik bang dat als je die eenmaal die enkele kleurtjes hebt geprobeerd. En ja, dat is geen verkooptrucje, maar dat is gewoon puur ja, persoonlijk. Dat ik nu praat, maar dan weet ik zeker dat als je die eenmaal hebt aangeschaft, dat je ook de rest wil. Maar ja, niet iedereen is natuurlijk zo'n verzamelaar als mij. Maar het zijn inderdaad inkten op waterbasis, want ze reageren echt heel mooi op water. En daar heb ik al meerdere uitzendingen mee gedaan. Oh, kijk. Nou, voilà. Durf het om deze nu eronderuit te halen? Dat we het eraf gaan halen of niet? Kijk, want als het nou niet leuk is, dan kunnen we altijd dit nog afsnijden en weer gebruiken op een gewone kaart. Hè? Dat is altijd de truc. Nou, dit is al leuk. Weet je, dit eigenlijk best wel een leuk stukje maskeertape nu is geworden. En dat je dit dus ook eigenlijk wel als washi tape dus op een gewone kaart kan gaan gebruiken. Dat is helemaal niet zo'n gek idee. Als jij een lekkere gekleurde mixed media kaart hebt, hoe tof is het om hier dus je masking tape van te gaan maken? Oh, ha, leuk. Dit stukje gaan we bewaren, want stempel hier ook bijvoorbeeld een leuke tekst weer overheen. Kijk eens, wie doet ons wat? Hebben we niet gaaf maskeertape nu? Nou, washi tape hoeven we niet meer te kopen. Gaan we zelf maken. Weer een nieuwe verslaving erbij. Nou, de onderste laag gaan we er ook afhalen. Volgens mij zijn er inderdaad 12 kleurtjes van die Lavinia. Kijk, dit is toch gaaf voor gewoon een simpele kaart. En nu wil ik dus hier nog die tekst van Focus onder gaan blenden. Of Fate had ik gezegd, hè? Als ik het nou eens zo doe, dat ik hier Fate doe. En dan ga ik in een lichter kleurtje Believe er nog weer heel voorzichtig onder doen. Nou, we gaan het proberen. Als eerste beginnen we met de kleur of met Fade. En dat gaan we dus gewoon weer blenden met onzezelfde inktjes. En dan kunnen we straks eventueel nog zeggen van we gaan nog wat highlights aanzetten met een witte Posca pen. Maar ik denk dat ik dat gewoon achteraf even doe. Want weet je, dat zijn techniekjes die hebben we al zoveel laten zien. Ik denk dat ik zo meteen gewoon nog even een ander achtergrondje ga maken. Want ik heb nog wel wat ideetjes, denk ik. Heb ik straks aan het einde van de uitzending weer allemaal halve projecten. Maar ja, goed. Hebben jullie wel weer veel ideetjes. Nou, je kunt wel zien, je kunt hiermee dus ook gewoon echt laagjes opbouwen. Hoe meer laagjes, hoe donkerder de kleur. Nou, ik ben zelf echt een enorme fan van deze Bermuda. Dat vind ik gewoon een hele leuke kleur. Fade en dan komt even kijken, doen we Magical of doen we Creator heel lichtjes doorheen? Wat is wijsheid? Ik denk dat we toch gaan voor Create. Fate en Create.
Nou, dat kan best wel bij elkaar. Fade and create. Dit ook nog even ietsjes. En dit gaan we dus weer lichter blenden. Dus we gaan niet te veel inkt oppakken. Gewoon voorzichtig. Ja, je kunt het ook... Oh, zijn 18 kleuren. Ja, klopt. Er waren de eerst 6 en daarna zijn er nog weer wat bijgekomen. Nee, eerst 12 en er zijn er 6 bijgekomen. Oh, dit is leuk. Kijk. Dit is toch gewoon gaaf. Ja, weet je, het is gewoon een hele lekkere, simpele kaart. Hier komt nog weer een lijntje overheen om het toch nog weer een beetje af te matten, zeg maar. Je moet er natuurlijk nog kaartkarton onder bedenken. Maar dan heb je toch een idee. Hier komen misschien nog wat spettertjes overheen. En zo kan je dus met de mask stencils ook een onwijs gave achtergrond maken. Nou, ik vind dit mask stencil wel ontzettend leuk. Nou, dat is dus numero uno van vandaag. We gaan deze eventjes schoonpoetsen. Want volgens mij moet je gewoon met deze blending tool ook de andere kleurtjes weer kunnen. Ik heb er maar 2, dus ik moet het hier ook gewoon bij houden. Ja, wat kun je met washi tape? Nou, washi tape kun je als een soort... ja, het is gewoon eigenlijk plakband. Decoratief plakband. Nummertje 2 wilde ik wat anders proberen. En bij nummertje 2 heb ik een kaart van A5 formaat. Daarop wilde ik als eerste een cirkel gaan maken. En daarvoor heb ik die acetate circle masks van Lavinia gedaan. Bovenaan misschien nog een leuk kantje. Nou, ik wilde deze keer gewoon echt een stempelkaart ervan maken. Dus eigenlijk niet echt met kant gaan werken. Maar het zou kunnen. Even kijken. Ze passen inderdaad ook in de tray van Spectrum Noir. Klopt, daar heb ik ze ook allemaal in zitten. Ik ga deze eventjes vastzetten met mijn tooltje. Wat voor kleur gaan we deze keer pakken? Zullen we deze keer voor blauw en paars gaan? Ja, gaan we gewoon doen. Dus Della Blue en Violet Chalk. Dan weer mijn papiertje eronder. Deze ga ik even met 2 kleurtjes doen. Tenminste die cirkel. Oh, dit is ook wel echt een toffe kleur. Moet wel zeggen... Hoe meer je met die brusjes aan de slag gaat, hoe meer je wel de feeling ermee te pakken krijgt. Gewoon met dezelfde tool ga ik ook de paars aanzetten. Kijk, zie je die kleuren? Die zijn ook gewoon echt lekker helder. En het loopt ook lekker makkelijk in elkaar over. Waarom met een kwastje, Janine?
Ja, ik werk heel vaak met. Ja, het is nu deze kwast van Lavinia. Want ik hoorde van Jeanette onder andere dat zij daar echt lyrisch over was. Dus ik denk, ja, dan moet ik het ook even gewoon proberen. Maar het kan ook gewoon met je blending brush. Net wat jij zelf hebt. Ik vind het altijd leuk om ook een beetje te spetteren met water. Want Lavinia reageert heel erg op water. Dus dat gaan we hier ook even mee doen. En je kan dat ook heel mooi weer afdeppen met een doekje. En kijk eens hoe onwijs gaaf dat wordt. Nou, dan hebben we in ieder geval al een hele mooie cirkel. En even kijken, wat gaan we doen? Gaan we alleen de cirkel gebruiken of gaan we... Nou, we gaan straks even een ander techniekje ermee doen. Ik ga nu eerst een mask stencil eroverheen doen. En die wil ik eigenlijk zo doen dat hij vanaf deze kant een beetje schuin die kant op gaat lopen. En dat ga ik met dit mask stencil doen. En dan ga ik alleen voor de paarse kleur deze keer. De cirkel, ik zal hem eventjes opmeten hoe groot als die is. Deze cirkel is 8,8 centimeter. Ja, je kunt ze inderdaad ook zelf stansen. Als jij cirkelstansen hebt, kun jij ze prima zelf maken. Dat is gewoon, ja, dit is zeg maar een soort serviceartikel. Laten we het zo zeggen. Dan hoef je het niet zelf te maken, maar kan je het zelf kopen. Hier moet hij ietsjes donkerder worden. En we gaan gewoon gaandeweg een beetje naar beneden toe blenden. En hoe het uitpakt, Joost mag het weten. Joost mag straks kijken. Ik zal ietsjes hoger gaan werken. We gaan straks gewoon even heel stiekem een klein beetje kijken van wat hij gedaan heeft. En heel misschien dat ik er toch een klein beetje blauw overheen ga doen. Gewoon om het toch weer te laten blenden. Kijk eens, dit is toch gaaf. Zien jullie hoe stoer dit wordt? Dit is wel echt heel erg mooi. Ik ga een heel klein beetje blauw erbij doen. En dat doe ik hier vanuit het cirkeltje. En dan in het midden een beetje blauw. Oh, oh, oh. Het is weer te leuk. Kijk, dit is toch gewoon gaaf. En dan kunnen we nog zeggen, gaan we hem zo om gebruiken of zo om gebruiken. We gaan hem denk ik gewoon op deze manier. En dan kunnen we hier rondom het randje misschien nog wat gaan stempelen. We gaan ons mask stencil er gewoon even weer op leggen. En we gaan onze leuke stempeltjes die ik net had, gaan we er even weer bij pakken. Het is gewoon dat leuke swirl elementje weer. En ik ga er een paar bloemetjes op stempelen in het blauw. Nou ja, door een mask stencil stempelen is natuurlijk altijd wat lastiger omdat je hoogteverschil hebt. Maar dat maakt niet uit. Want ik ga straks dat randje nog even ietsjes verder blenden. Kijk, zo krijgen we wel een leuk speels randje. Hier komen ook nog wat blauwe takjes.
Niet te veel. Oeh, dit gaat ook leuk worden. Nou, mask stencil maar gelijk even een beetje schoonpoetsen. Even kijken, waarmee ga ik dat blenden? Ik ga eens even kijken. Ik wil even iets proberen weer. Ik heb weer mijn pastelkrijtjes, want die had ik natuurlijk zaterdag gepakt. En als je dat dan toch in de buurt hebt, dan is dat natuurlijk wel leuk. Want ik wilde toch een beetje een dromerig geheel van maken. En of het leuk wordt, nou ja, we gaan het zien. Maar ik ga gewoon dat cirkeltje even een beetje aanzetten met mijn pastelkrijt. En dat ga ik lekker met mijn vingers even uitdoezelen. Kan je ook met een doezelaartje doen. Kijk, want dan hebben we straks het randje van onze cirkel niet zo nadrukkelijk aanwezig. Nou, jullie zien het. Ik heb dus met vieze handen gewerkt. Dus we moeten een creatieve oplossing gaan bedenken. Dat we straks die zijkantjes weer even netjes krijgen. Uiteraard kunnen we ons stomboogummetje daar ook nog voor gaan gebruiken. Want ons stomboogummetje doet ook wonderen. Maar daar komen we zo nog wel even voor een oplossing. We zijn niet voor één gat te vangen. Prullenbak heeft geen dienst vandaag. Daar komt hij niet in terecht. Kijk, zie je, door een klein beetje zo'n wit randje aan te doen, dan heb je alweer iets ontzettend leuks. Nou, wat gaan we hier overheen stempelen? Zullen we er een Lavinia overheen doen? Of doen we er een boom alleen overheen? Ik ga eens even kijken. Ja, ik ga een aantal opties natuurlijk. Een tombogum. Ik zal hem er zo bij pakken. We kunnen er ook gewoon een, of deze paddenstoel. Even kijken. Die niet. Hier ook niet. Misschien de boom. Nee, vind ik allemaal net niet je van het. Maar ik heb nog wel iets anders. En dat is wel leuk, denk ik. Maar dan moet ik er eventjes wat opzoeken. Waar zijn jullie gebleven? Nou, ze zijn footsie. Uiteraard zijn ze niet footsie, maar dit is zeg maar een heel leuk setje met stempels die je weer in kan gaan kleuren. Ik denk dat dat wel heel erg leuk is. Ik ga eens even kijken. Ja, een elfje, maar ik weet nog niet welke. Ik, weet je, anders laten we deze gewoon eventjes nog achterwege. En dan ga ik deze gewoon even rustig afmaken. Kijk, je kunt dit al redelijk ver weg krijgen. Ik ga hier gewoon eventjes later mee aan het poetsen. Deze ga ik gewoon
even rustig afmaken. Want weet je, ik kan er nu wel mee verder gaan. Dan maak ik er iets van wat ik niet helemaal leuk vind. Jullie hebben in ieder geval de techniek gezien hoe dit werkt. Om gewoon echt zo'n mooie achtergrond te maken. Hij komt dus al, ja, hij wordt nog verder afgewerkt. Maar to be continued. We hebben gelukkig nog veel meer achtergrondjes. Snij je er een randje af, Janine? Ja, misschien dat ik hem ook wel gewoon kleiner maak. Dat ik een gedeelte ervan ga gebruiken. Zou ook nog zomaar kunnen. Weet je, ik heb nu gewoon even niet de inspiratie voor die kaart. Die komt vanzelf wel. Ik wilde nog wel even iets laten zien wat ook leuk is. Want ik heb er nog wat liggen waar ik ook nog mee bezig wil. Dit had ik namelijk ook eventjes uitgetest. Jullie weten wel dat ik vorige week ook met die Mika Minerals live ben gegaan. Deze. En er zijn dus zoveel verschillende techniekjes mee. Maar wat ook heel erg leuk is, is om het te gaan mengen met je transparante embossingpoeder. En dan maak je dus een embossingpoeder in je eigen kleur. Nou, hoe tof is dat? En ik heb het dus hierop gedaan. De rest een beetje ingepoetst. Ook weer met die Mika Minerals. Moet je zien hoe onwijs gaaf. Dus dan kan je ook hele simpele achtergrondjes maken. Door alleen een bloem te stempelen. Of voor tekst te stempelen. Dus je kan het gewoon weer mengen met een embossingpoedertje. Even kijken, ik had deze nog liggen. Ik heb hierbij de paddenstoel. En ik wil daar ook een eenvoudige achtergrond. Dus dit moet eigenlijk een beetje wit blijven. Ik wil deze zijkant gaan blenden en ook daar weer een mask stencil op gaan gebruiken. Dus ik ga hiervoor ook gewoon weer wat verschillende kleurtjes pakken. En we gaan gewoon weer een beetje de opbouw doen. Omdat ik deze later in wil gaan kleuren met mijn potloden, want dit moet echt mijn focal point worden, heb ik hem alvast op maskeerpapier gestempeld en even afgeplakt. Deze keer heb ik wit maskeerpapier, omdat dat iets groter is. Dat ging net iets makkelijker. Dus dat kan met verschillende soorten. Voor deze wil ik lekker een beetje zomerse kleurtjes. Ik ga met de kleur Sundance aan de slag. En ik ga kijken of ik gewoon met diezelfde blending brush verder kan. Nou, echt, ik moet wel zeggen, ik meen het serieus, hoe meer je met deze gaat oefenen, hoe makkelijker het gaat. Moet er ongeveer dit gedeelte mag die kleur hebben. Dus gewoon lekker lichtjes weer uitpoetsen. Ik ga er straks nog lekker een ander kleurtje weer overheen blenden. Kan zijn dat ik later met pastels nog een leuk tafereeltje op de achtergrond ga maken. We gaan het zien. Kijk, maar omdat ik nu dus werk met die inktjes of met maskeerpapier, kan ik gewoon lekker door blijven poetsen. Ik ga er zometeen een beetje oranje bij pakken. Beetje kleurtjes mengen. Dit papier vind ik overigens ook, moet ik zeggen, echt wel heel fijn. Dit wordt later ingekleurd met mijn Chromoflow potloden. En dan ga ik dus ook gelijk testen of die Chromoflow dus ook fijn werkt hierop. Even kijken. We pakken een beetje van de
russet orange erbij. Dat is een net iets donkerder kleurtje. Dan gaan we de randjes weer mee aanzetten. Ja, dit is echt gewoon glad papier. Echt super glad. Er zit echt geen structuurtje in, zeg maar. Misschien dat we er voor het contrast toch nog een andere kleur bij gaan pakken. Even kijken, wat voor kleur gaan we dan nog bijpakken? Of doen we het niet? Toch een beetje groen hier richting onderaan, denk ik. Ik denk dat ik dat toch wel leuk vind. We gaan de Line Punch er gewoon bij proberen. Een Line Punch is weer een felle tint. Blenden we er gewoon een beetje overheen. Volgens mij gaat het hartstikke leuk worden. Kijk, dus je kan gewoon alles door elkaar. Dit gladde papier is van Lavinia. Ik werk nu met het nieuwe papier van Lavinia. En dat werkt gewoon echt ontzettend fijn. Hier wil ik het nog iets donkerder. Nou, zoals ik al zei, ik wilde wat met een mask stencil op de achtergrond. Dus die gaan we er nu overheen leggen. Even kijken, welk mask stencil gaan we deze keer gebruiken? We hebben wat keuzestress, want er zijn er gewoon te veel leuke nieuwe. Even kijken. Ik denk dat ik deze ga gebruiken. En die wil ik heel lichtjes. Dus ik pak gewoon de... kan je met deze inkt dan alle kleuren over elkaar heen zonder een vieze kleur te krijgen? Nee, je kan alleen de kleuren pakken die dus ook met elkaar blenden, zeg maar. Want het is wel een inkt op waterbasis en die blendt gewoon alles door elkaar heen. Zoals ik al zei, wil ik dit lichtjes hebben. Dus niet te veel poetsen. Kijk, zien jullie dit? Wat toch gaaf. Hier een beetje poetsen. En hier onderaan komt het ook nog weer. En daar wil ik hem ietsjes donkerder. En daar zet ik hem aan met mijn orange. Kijk eens, zo heb je gewoon echt een heel subtiel achtergrondje al. Nou, daar gaan we nog een beetje overheen stempelen. Even kijken. Weet je, we kunnen ook nog een ander mask stencil er even bij pakken. We kunnen ook twee mask stencils door elkaar doen. Deze mag ietsjes donkerder. Wat een feestje om hier weer mee te mogen werken. Nou, en daar komt er straks natuurlijk nog een mooie rode paddenstoel op. Oh, die mask stencils zijn wel weer echt gaaf. Omdat Janine altijd alles in drie wil, gaan we onderaan een beetje met groen ook het stencil nog weer herhalen. Toch is. Het is weer een feestje. What's next?
een beetje water. Een beetje water. Gewoon random eroverheen. En dat laat ik opdrogen. Dus een klein beetje spetters. Zien jullie? Ik ga ze ook deze keer er gewoon even weer afdeppen. Ja, maskeerpapier heb ik uitgeknipt. Klopt. Hierop gaan we weer wat tekst stempelen. Ik had net wel een hele leuke tekst. Dus die gaan we maar gewoon weer gebruiken. Moet ik hem er even weer bij toveren. En ik denk dat we hier ook maar gewoon dezelfde takjes weer bij gaan gebruiken. Om langs het randje te stempelen. Even kijken. Het acrylblokje. Die is alweer verdwenen. Nou, ik weet niet of jullie dat gezien hadden. Corine, die had een. Corine Rijngoud, die had een foto geplaatst van hoe haar bureau eruit zag. Van dat ze een beetje rommel had. Creatieve chaos. Nou, jullie willen het hier nu ook niet om mij heen zien. Of misschien willen jullie dat juist wel, maar ik laat het lekker niet zien. Ik zit echt volgebouwd. Maar ja, goed. Hoe meer bende, hoe meer leuke creaties. Dit gaan we ook gewoon random herhalen. Dus ik ga mijn inkt niet te donker aanzetten. En ik pak elke keer een stukje van mijn stempel. En dat ga ik gewoon herhalen naar beneden toe. Kijk, dat is toch leuk. Ik mag hier nog een klein beetje script. Daar nog wat. En daar nog wat. Nou, kijk, zie je, dit is toch al gewoon helemaal leuk. Nou, je kan hier nog allerlei blaadjes weer overheen gaan stempelen. Je kan hier aan de zijkant nog weer leuke swirls overheen doen. Oh. Mijn brein gaat alweer alle kanten op. We gaan hetzelfde takje gewoon weer pakken. Ik heb nog nooit iets met Lavinia gedaan. Nou, zal ik jullie eens een bekentenis doen? Ik had weer wat Lavinia's erbij gepakt, want ik doe er ook veel te weinig mee, want ik voel me daar veel te onzeker mee. Dan denk van die anderen die maken zulke mooie dingen. En dan ben ik zo'n verzamelaar, dan heb ik er heel veel en ik doe er niks mee. En nu keek ik net en echt, ik schaamde me diep dat ik dacht van, oh, ik heb er nog zoveel in de verpakking zitten waar ik nog niks mee gedaan heb. Echt schande. Maar ja, dan zie ik die tafereeltjes van Jeanette en dan zinkt mij de moed al in de schoenen. Dat ik denk van, oh help, dat kan ik niet. Maar ja, weet je, je moet het ook in je eigen stijl gaan doen. Je moet het gewoon zorgen dat jij dit ook gaat doen op jouw manier. En ik ga straks ook gewoon weer het plaatje lekker inkleuren met mijn potloden. En het is gewoon niet zo'n sprookjesgeheel. Maar het is gewoon een Janine creatie. Kijk. Ja, en je gaat hem gewoon gaandeweg opbouwen. En het wordt gewoon steeds mooier en mooier. Hier komt bijvoorbeeld nog echt wel een schaduwrandje onder. Dit is ja, echt de allereerste opzet. Maar het gaat wel een vrij rustige creatie worden, denk ik. Dus ik vind hem zo gewoon al ontzettend mooi. En weet je, het is gewoon Lavinia in een andere stijl. Lavinia heeft zoveel stijlen.
Het is ook niet de bedoeling dat wij iets van een ander eigenlijk compleet na gaan maken. Want weet je, diegene heeft dat wiel al uitgevonden. Laten wij weer gewoon een nieuw wiel uitvinden. Ja, zo is het toch. Even kijken. Het is 10:50. Wat ga ik doen? Wat is wijsheid? Ga ik nog verder of ga ik er toch mee stoppen? Even kijken. Deze ga ik mee stoppen in ieder geval. Weet je wat we doen? We gaan gewoon voor die andere ook even een achtergrondje maken. Nou, ik had er nog eentje meer. Want dan kan ik die ook gewoon in gaan kleuren. Ik heb ook deze nog. En daar moet ook een leuk achtergrondje bij komen. Beetje in dezelfde stijl. Dus we gaan gewoon ook daar even kleurtjes voor pakken. Het ligt er nu allemaal. Ja, en weet je, we kunnen wel elke keer zeggen van we zijn er niet zo goed en de ander is er beter in. Maar ja, die ander die heeft het ook vaker geoefend. Hè? En als we blijven zeuren van we kunnen het niet. En we oefenen ook niet. Ja, dan gaat het ook nooit gebeuren. Ik ga even gek doen. Nee, ik ga toch voor deze kleuren. Ik vind die kleuren gewoon mooi. Ik begin weer met paars. En we gaan gewoon de paarse weer lekker opzetten. Bij deze wil ik straks ook even een ander techniekje dat ik een beetje water, dat ik hem ook weer met een beetje water ga vermengen. En dat ik echt van die watersplatjes erop ga krijgen. We gaan het eventjes proberen of dat lukt. Deze gewoon even lekker met een beetje paars aan de bovenkant. Dat is de Violet Chalk. Dit wordt een iets dromiger geheel. Een beetje wolkjesachtig. Ik heb nu ook geen cirkelmask erbij. Die gaan we niet gebruiken. Ik wil de randjes lekker donker hebben. We gaan over naar een beetje blauw. Die wil ik hier tussendoor poetsen. Ja, op dit huisje heb ik ook een mask gedaan. Dat heb ik van tevoren al eventjes gedaan, want anders dan zijn we te lang bezig. Kijk, dan kan ik vanuit dit huisje ook nog een beetje gaan werken. Rondom dat huisje mag het ook wat donkerder worden. Dus dit wordt een beetje, het lijkt voor jullie nu een beetje vlekkerig. Maar ik wil hier dus een beetje dat dromerige effect van gaan krijgen. Dus de ene keer druk ik wat harder op mijn sponsje dan de andere keer. En dan krijg je een beetje dat wolkjeseffect. Nou, onderaan gaat een beetje van dat Bermuda kleurtje komen. Daar mag hij weer wat donkerder. En de ene keer ja, ben je gewoon aan het blenden en dan wil je echt een egale achtergrond hebben. De andere keer vind ik het leuker om echt zo'n lekker zo'n vieze gekleurde achtergrond. En het is ook gewoon elke keer testen.
Een achtergrondje kan nooit twee keer hetzelfde worden. De blending brush is momenteel niet op voorraad, dat klopt. Maar we hopen dat ze binnenkort weer zullen komen. Nou, dit is al echt een beetje, ja, hoe zal ik het zeggen, een beetje pasteldromerig. We gaan hier even met ons water overheen dat een beetje gaat lopen. Dus dat wordt een beetje kliederbende. Maar dat is ook de bedoeling. Kijk eens. Oeh, dit gaat ook weer een leuk sprookjeseffect worden. Dit gaan we even drogen. Kijk, zo zie je wel dat je dus echt, ja, allemaal verschillende achtergronden kunt maken. Op dezelfde manier, met dezelfde inktjes. Alleen ja, elke keer weer verrassend anders. Ook hier gaan we natuurlijk nog eventjes weer met ons mask stencils overheen. Nou, dit reageert, dit papier kan dus ook gewoon ontzettend goed met water gebruikt worden. Achterkant ook een beetje gericht, zodat je weer een beetje recht trekt. Zo. Nou, ik wilde eerst nog meer gaan in het water gaan dippen. Maar ik ga dat helemaal niet doen, want ik vind dit gewoon anders. Reageren deze beter op water dan Distress Inkt? Nou, Distress Inkt die heeft altijd, als je bijvoorbeeld de oxide hebt, die heeft een tjalklaagje erbij in. Dus dan moet je natuurlijk wel rekening mee houden dat jij ook zo'n tjalklaagje gaat verwerken op jouw kaart. En dat wil ik dus niet. Dit is gewoon een transparante inkt. En dat vind ik in dit geval gewoon mooier. Ik ga er nog weer wat swirls overheen blenden. En daar komen wat swirls. En hier mogen wat swirls. Je kan deze inkten vergelijken met de gewone distressing. Dus niet met de oxides, maar met de gewone inkten. Maar ik vind deze iets helderder van kleur, moet ik zeggen. Nou, hier komt een klein beetje nog. Heel lichtjes. Hier ook heel lichtjes. Want we willen er ook nog weer wat teksten op gaan stempelen. Oh, dit, kijk, zie je, dat is toch gewoon weer gaaf. Ik vind het helemaal leuk. Hier onderaan nog een klein beetje. Nou, die mask stencils zijn gewoon weer te leuk. Nou, hier ga ik dus ook nog gewoon ook weer op de achtergrond nog weer met de teksten stempelen. Met ja, helemaal verder nog opbouwen. Maar ik weet nu voor mijzelf ook bijvoorbeeld de kleurencombinatie. En dan kan ik ook dit stempeltje lekker in gaan kleuren. En dan ja, ga ik daarna gaandeweg kleuren. Kijk, je kan deze er weer afhalen en dan wordt het verder opgebouwd. Maar dan hebben jullie in ieder geval weer allerlei mogelijkheden met de mask stencils gezien, met de inktjes, de blending brush heb ik gebruikt. In een volgende fase gaan we wel weer verder werken.
Ik zal nog eventjes de dingetjes laten zien. Dit is er dus één geworden. Dit is er één geworden. En we hadden natuurlijk onze mooie ton sur ton kaart. Die nog even op een onderkaart moet. Dat wordt deze. Dus ja, het blijft allemaal te leuk. Ik hoop dat jullie het weer een leuk creatief uurtje vonden. Ik heb in ieder geval weer genoten. Ik heb dus een totaal andere stijl als wat jullie normaal gesproken van Jeanette zien. Dus ja, het is... ik ben er wel blij mee. En ja, niet iedereen houdt ook van die stijl van Jeanette, zeg maar. Niet iedereen kan dat ook. En daar heb je ook veel meer producten voor nodig. Dit is ook gewoon laagdrempelig. Dus misschien ook voor jullie een keer leuk om op deze manier Lavinia te gaan testen. In ieder geval voor nu een hele fijne avond. Bedankt weer voor de aanwezigheid. En tot de volgende keer maar weer. Doei doei!